Door de openbare basisschool Skitteljacht was er een modelauto. Ter promotie boekte Jeroen Broeders, wethouder De Rechterland, de eerste rit en nam plaats in de zeepkist. We staan vanmiddag hier op een bijzonder moment in ons project. We zijn 2 jaar geleden in een brainstormdag bij de Zonnecoöperatie gaan kijken van wat kunnen we allemaal nog meer aan duurzame initiatieven doen. En behalve warmtescans en warmtepompen kwam als een van de ideeën eruit elektrische deelauto's. Daar zijn we verder gaan uitwerken en eind 2019 liepen wij Jeroen tegen het lijf. En we wisselden wat ideeën uit en dat bleek perfect bij elkaar te passen. Nou, we zijn doorgegaan. Hard aan de slag hier in Hoogkarspel. Veel tamtam gemaakt via social media. Vorig jaar een buurtscan gehouden. En de buurtscan gaf als uitkomst dat er eigenlijk voldoende draagvlak was om hier te kunnen gaan starten. Het is altijd leuk als er initiatieven zijn van bewoners. Of het nou bewoners zijn van het Rechterland of bewoners van de omgeving van het Rechterland. En het is het allermooiste als we ook feitelijk iets weten te realiseren. En dat heb ik al vaker gezegd, extreme bewondering voor jullie doortastendheid, jullie kennis van zaken en ook jullie realiteit zien wanneer het gaat over het nastreven en proberen iets te realiseren. Ik spreek namens mijzelf, maar volgens mij ook namens de medewerkers van de gemeente die met jullie samen hebben gewerkt, waar ik altijd alleen maar hele positieve verhalen van heb gehoord en te horen krijg, ook over hoe prettig het is gewoon samen te werken met mensen die weten waar ze het over hebben. Ik ben er trots op dat jullie het Rechterland uit hebben gekozen als de eerste plek om het te doen. Ook omdat jullie het ook op andere plekken hebben geprobeerd, maar niet overal gelukt is. Ben ik heel erg blij dat het hier wel gelukt is. Ik zie op het pamflet een aantal namen staan. Onder andere de gemeente het Rechterland, maar ook de provincie Noord-Holland. Krijgen jullie voor al die organisaties ook een subsidie? Ja, gemeente het Rechterland was de eerste. Daar gingen we ook van start. En die heeft bijgedragen en we hebben dit jaar een bijdrage van Noord-Holland gekregen uit de duurzaamheidssubsidies. Jullie zijn ontstaan uit de zonnepanelen. Zonnecoöperatie West-Friesland. Ja, ook op het ogenblik behoorlijk in het nieuws vanwege de subsidie. Maar jullie hebben voor die deelauto wel subsidie gekregen. Ja. Nou ja, voor de zonnepanelen loopt dat ook redelijk. Maar we hebben gisteravond met name dat stuk in Nieuwsuur. Het gaat om de versnelde uitrol nu, waar de budgetten voor dit jaar misschien nog net lopen, maar voor volgend jaar komen we daar veel tekort. Jullie dachten ook van wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En daarom hebben jullie ook de jeugd een zeepkist laten maken. Ja. Jammer dat je hier weinig dijken hebt en weinig kluchten, zoals het in het West-Fries heet. Waar moeten ze die met het ding gaan rijden of moeten ze voortgeduwd worden? Nee, het is echt trekken. Dus trekken of duwen. Maar het leuke is wel, dat had ik eigenlijk in mijn verhaal willen vertellen. De leerkracht van die groep heeft ook een lespakket gemaakt over duurzaamheid en over deelautogebruik. Waardoor de leerlingen van groep 7 daar ook een heleboel van bij meegekregen hebben. En hopelijk wellicht thuis ook zeggen van doe die auto eens weg en neem een deelauto. Hoeveel auto's hebben jullie besteld? We hebben er 3 besteld die 4 september gaan rijden. Als er meer aanmeldingen zijn, dan kunnen er heel snel meer auto's komen, want we hebben 6 parkeerplaatsen. De deelauto is te boeken via de app en aanmelden kan ook via de website.